Op donderdag 23 maart was er een presentatie van Groen is Nu. Tijdens deze dag presenteert de Groenbrand zich aan jou. Wil jij weten wat het werken als hovenier, kraammachinist, boomverzorger, medewerker groenvoorziening, maaimachinist, werkvoorbereider, trekkerchauffeur, calculator of boswachter inhoudt? Hier werd het uitstekend uitgelegd op het GGZ in Eilo. Het klimmen in bomen, onderhoud van sloten of het maaien van oevers, alles kon je ervaren. Hallo, mijn naam is Anna Roo en ik ben werkzaam als communicatiemedewerker bij Herenbos. Vandaag zijn we bij Groen is Nu. En wat is Groen is Nu? Ja, Groen is Nu is eigenlijk een samenwerking tussen Herenbos, Vonk, Tri, het WSP en diverse groenbedrijven. We hebben het over Krinkels, we hebben het over Stoop, we hebben het over Donkergroen en we hebben het over Hoek. En ja, eigenlijk zijn wij vandaag hier om het groenvak te promoten. En ja, waarom? Omdat er gewoon heel veel kansen zijn in het groen. Het is een divers vakgebied. Je kan als hovenier, als boomverzorger, kan je aan de slag. Klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn dingen die momenteel heel erg spelen. Dus ik zou zeggen, van wil je lekker buiten aan het werk, wil je een afwisselende baan, kies dan voor het groen en deze mooie bedrijven. Nou, we zien hier in het water zien we de Weesjaak. Dat is een radiografisch bestuurbare boot die ingezet wordt om in stadswateren zwerfvuil uit het water te halen. En in dit geval hebben we om het zwerfvuil na te bootsen gebruik gemaakt van badeentjes. En op deze manier kunnen wij eigenlijk stadswater vrijmaken van zwerfvuil. En we zien nu dat het zwerfvuil aan de voorkant erin wordt gezogen. Of dat hij er overheen vaart. En als hij dan wat gas terugneemt, dan zien we dat de klep die er zit, die gaat dicht. Zodat het zwerfvuil er ook niet weer opnieuw uit kan halen. En aan het einde van de dag komt de boot naar de kant en kunnen we het zwerfvuil afvoeren. Het is een vliegtuig, joh. De Rijmo maaimachine is extreem laag in hoogte, zodat je toegang hebt tot gebieden met weinig ruimte en heeft een uitstekend klimvermogen voor hellend en golvend terrein. De machine is dus zeer geschikt voor lastige situaties, zoals het maaien van taluds en hellingen. Deze machine wordt vaak gebruikt bij zonnepaneelparken om onder de panelen door het gras te maaien. De machine is pas een week in beheer, dus ze moeten nog even oefenen.